Yo, wat is bij jullie vanavond? Misschien vraag jij je af, waarom kijk je naar de vloer? Nou, ik heb precies even FPS als deze aflevering is. Deel 50, 50 FPS. Oeh, kut, ik heb het al laten zien. Nou, vandaag gaan we in ieder geval de toren afmaken. Want jullie krijgen een nieuwe world save. En dat is fantastisch. En ik ga laten zien hoe het is geworden hier. Of trouwens, het dakje hadden het dakje al gemaakt in de aflevering of niet? In ieder geval, dit ga ik sowieso nog fixen. Ik ga denk ik in de world save laten zien van YOLO. Dit loopt hier mooi naar boven, zo. En dan lopen we hier boven. En dan zie je dus dat hier een verdieping zit. En daar nog één. En dan ben je boven. En even twee redenen. Eén. Dit hout kwam precies uit met dat. Nou, niet precies. Op één blokje na. En dat blokje staat dan net eentje naar buiten met stairs. Ik heb een game mode, heb je trouwens even gedaan hoor. Dat zeg ik gewoon eerlijk erbij. Dat ik een beetje kan uitrekenen hoe en wat. Hier zijn dus twee blokken. Met zo ga ik de rest van de muur maken. Hier is de verdieping, daar is de verdieping. En het komt dus precies uit met dit hout. Daarom is het nog twee verdiepingen. En het komt precies uit met de trap. Dan heb ik zo een trap hier. En zo. En dan komt hij op deze verdieping uit. En dan gaat hij zo. En dan kom ik op de bovenste verdieping uit. Dan heb ik precies één heel rondje om naar boven te komen. Dat vond ik op zich best wel grappig. En best vet dat dat zo in zit. Dus dat gaan we doen. Het enige probleem is dat ik voor mij misschien een beetje te weinig stenen heb. Dit zijn stairs die naar beneden staan. En dat zijn stairs die naar boven staan. Dus dat doe je zo. Nee, niet zo. Dit is echt moeilijk om te bouwen, even serieus. Want als ik eruit flikker, flikker ik gewoon best wel ver naar beneden. Ja, die is goed. Nice. Oh, oh. Nou zit ik weer te cheaten. Ik loop in dit blokje. Jeroen, hacker. Hacker alert. Hacker alert. Ja, nice. Die zit goed. Zo, en dan zitten er ja, planes in. Dus niet dit hout, maar dit hout. Zitten er vier planes in. Doe ik eventjes nou drie erin. En dan gaat het nu zo. Oh, nou krijg ik ze wel op z'n kop, hè. Jezus, Mina, wat is dat voor nonsens. Weer! Nou wil ik hem niet op z'n kop. Wacht, dan doe ik hem eerst aan deze kant erin. Dan gaat hij scheef. Jongens, wat is dit? Wat is dit? Waarom gaan ze nu wel op z'n kop? Spel, why? Why you do that to me, huh? Huh? You think that funny, huh? You think that funny, huh? No, it ain't funny. Oké, okay, dit is kut, want deze die flikt sowieso daar naartoe. Maar we hebben het inmiddels wel gefixt. Dus dat is mooi. Dus heb je mooi dit raampje. Hey! Applausje! Dat is mooi. Nou, hier heb ik hem gewoon ben gegaan voor de simpele manier. Gewoon zo. Hier moet trouwens ook nog twee bovenop. Zo, gewoon het simpele. Waarom? Omdat ik dacht van, nee, dat kan wel bij, hè. Ik dacht, dat kan er wel bij. Even nu op. Dit is de goede hoogte, toch? Ik denk het. Dan vul ik hier ook gelijk deze in. Hop. Dat is jammer. Dat is zeer jammer. Dat is zeer jammer. Perfect. Gewoon, no problemos. Oh, ik had echt een hartverzakking. Ik dacht, ik flikker van het gebouw al of zo. Maar nee, het is gewoon een trap. Beetje relax. Goed, dat hebben we ook. Het hier nog. 4. Er. In heb ik precies nog één blokje over. Nou, het is fantastisch. Het krijgen we dus nooit genoeg mee. Oh, trouwens wel. Wel. Goed, gaan we weer proberen het zo te doen. Nee. Serieus, wil ik ze zo hebben, komen ze zo andersom. Maar wil ik ze wel naar boven. Kijk. Dankjewel, spel. Dankjewel. 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 Zo. Nee. Dat gaat niet zo. En die gaat. Zo. Oh my god, it's perfect. My house. It's a perfect. Dammit. Oké. Yes. Nice. En die erbij. Nice. Dit gaat lekker. Ik heb trouwens zelf nou wel echt fucked. Want ik moet hier tegen de bovenkant plaatsen. Dan gaan ze op z'n kop. Yes. Ik heb 1 te weinig stairs. En 2
Deze die lopen nu heel erg in de weg. Maar dan kan ik dus buitenkant. Dan moet ik het buitenuit flikkeren. Wil ik ze kunnen plaatsen. En dat is natuurlijk niet chill. Ik heb ook nog wat meer sters nodig. Hiermee kunnen we er twee invullen. Dan moeten we er nog. Zes. Dus ik heb wel meer sters nodig. En blokjes erbij kan ook nooit verkeerd. Hè? Ja, oké. Nou, niet 40 maken. Maar we doen 1, 2, 3. Zo. Zo, perfect. Nice. Dus dan hebben we dat gewoon gelijk al gefixt op deze verdieping. Die verdieping erboven was voor mij wel een stukje makkelijker. Weet ik daar, nu ik het zeg, ook niet 100% zeker dat die verdieping erboven nog wat makkelijker was. Voor mij wel. Dus wat wij gaan doen is glas. Kijk, dan kunnen we al niet meer verder. Fuck. Zo. Zo. Perfect. Nice. Goed. Nu zijn we dus fucked. Ja, hierom. En mijn blokje ligt er ook nog. Nice. Doing nice. Doing nice. Ligt hij gewoon serieus? Oh, ik pak hem wel gewoon op. Nice. Zo. 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 Dit is gewoon vet. Ik vind hem gewoon echt vet. Moet ik hier wel weer naar beneden flikkeren. Maar dat maakt maar niet uit. Ik ga gewoon een nice toren maken bij deel motherfucking 50. Deze serie gaat op zich wel redelijk snel. Nou, hé. In het begin is een tijdje geweest dat hij heel langzaam ging. Maar dat was ook. Toen zette ik hem op één keer per week de upload. En nu heb ik hem op twee keer per week. En ik heb het gevoel alsof hij eigenlijk 10.000 keer sneller gaat. Dat zal waarschijnlijk niet eens zo zijn. Maar zo voelt het wel. En dit was misschien niet mijn allerslimste actie. Dan moet ik hem omlopen. Ik maak hier gewoon een gat in. Dat fix ik zo meteen wel. Ik bedoel, dit gaat mij heel veel tijd schelen. Anders moet ik namelijk nou meteen omlopen. Of ik doe het gewoon zo. Op deze manier. Zo. En zo, zo. Daarna. Fuck! Kut, nou zit dat blokje daar nog. Waar was het gat? Hier is het gat. Mooi. Nou heb ik dat blokje daar wel nog zitten. Wat heel erg balen is. Want die wil ik gewoon terug. Kom terug, blokje. Ja, dankjewel, blokje. Zo, zo. Hier zitten ze nog ineens de sterren naar beneden. Wauw. GG, Roen. GG. Goed, nu. Zo. Ja. Ja. Oh. Nope, dat werkt dus niet. Oké. Hier kom ik niet meer op. Fijn. Heb ik niet nog eens van dirt in mijn hand of zo? Nee, heb ik niet. Damn it. Oh, ik heb wel gewoon dirt in mijn hand, jongens. Waarom ben ik zo stekenblind? Zo, naar binnen wij. Heb naar de pen en dan gaan we het dak fixen. Of het dak. Dit fixen hier zo. Dat stukje. Had ik niet gelijk dat ook kunnen doen? Ja, had ik denk ik wel beter kunnen doen. We kunnen trouwens net zo goed deur doen, want daar geef ik niks om. Zo, 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 zo. Bam! Nailed it! Almost nailed it. Damn. Echt waar. Dan denk ik van, oh yeah, nailed it. Nope. Dan flikker je alsnog. Jammer. Maar het is niet anders. En mijn stem sloeg over. Oh my god. Oh my god. Mijn stem sloeg over. Oh my god. Oh my god. Mijn stem sloeg over. Oh my god. Oké, trap. Trap, 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 trap. Trap, 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 trap. Dat is ook weer iets wat ik niet aan heb gedacht, hè. Aan een trapske. Zo. Want ja, nou heb ik dus hier wel de mooie trapje staan. Is deze trap dan aan de onderkant al ingevuld of nog niet? Nee. Oh my god, dat moet wel gebeuren, want het is gewoon gelijk 10 keer vetter, zo. I don't know. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind dat gewoon vetter. Heb ik nog een slap, 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 slap? Ja, ik heb nog een slap, 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 slap. Loopt hij hierboven er al op? Ja. Dus je hebt gewoon 3 nodig bij verdieping. Ja.
Dan heb ik hier nog gewoon een paar nodig, ja. Zo, en dan begint hier de trap. Dan begint hier een trap, en dan zit hier een trap. En dan heb ik nu twee trappen te weinig. Dus ik moet even naar beneden, naar mijn hartje toe. Om de laatste paar trappetjes te maken. En dan heb ik trappetjes. En dan ga ik het huis afmaken. Oh my god. Jeroen, je bent zo'n genius, hè. Zo, 8 van die dingen. 12. Let's go voor 12. 16 dingen. Nice. Hij voelt wel heel vierkant aan die toren. Maar dat heb ik op zich best wel schijt. En hier is voor mij net een stukje te donker. Er zit hier gewoon een toortje in het midden. Dan weet ik tenminste zeker dat er geen monsters meer spawnen. Hier ook. Hop, hier moet trouwens ook nog lampjes in. Voor ik dat vergeet. Hier moet nog lampjes in. Ja, zo. En zo. 1, 2, 3, 4. Dus je hebt eigenlijk 8 dingen nodig per trap. Nou, dan heb ik er dus nu 2 te weinig. Nice. Oké, even kijken hoe was dit ook alweer. Een trappetje omhoog en een trappetje omlaag. Really, zo simpel. Echt waar? Maar deze verdieping was voor mij. Ja, deze is ook maar 3 hoog, ja. Deze is ook wat lager. Maar dat vind ik op zich helemaal niet erg. Want dan kom ik misschien nou. Dan kom ik precies uit met mijn trappetjes. Oh god. Fucking lucky dat dit is, hé. Hey. Wee you. Zo, dit is goed. Dat komt voor mij echt precies uit met mijn trappetjes. Ja, de houten trappetjes tenminste. Niet met de. Kut, daar heb ik overhout van gemaakt. Dat wilde ik niet. Nou, fuck it. YOLO, niet meer om te draaien. Dus we leven er. We gaan er gewoon maar mee leven. 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 Goed. Mijn toren wordt geweldig als Enzo. 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 Goed, is dit nice of is dit nice? Ik zeg nice. Het kan ook dat jij zegt, nee, het is niet nice, het is nice. Maar dat is dan vooral jouw mening. Laat ook weten waarom jij het dan nice vindt als je het niet nice vindt. Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Daar ben ik dan echt heel benieuwd naar. Goed, dit is dan. Wacht. Eerst even de hoekjes invullen. Dit is dan de simpele. Zo. Zo. Beautiful, beautiful. Slash time set day slash toggle downfall. Dankjewel. Die tap is echt fucking chill. Is de tap? Ja, voor mij druk op tap, ja. Ik weet dus wel knop druk. Druk gewoon automatisch op en dan gebeurt zo. Ik moet naar beneden. Zou ik die val overleven? YOLO. Voor mij overleeft het gewoon. Ja, zie je? Je overleeft het gewoon. Like no props whatsoever. We hebben hier nog superveel van dit liggen. Dus ik maak me eigenlijk geen zorgen om dit. Wel een klein beetje om mijn glas. Maar ik heb trouwens helemaal geen glas meer nodig. Nu dus doe ik gewoon zo. Wop. Wop. Oké. Nou heb ik weer genoeg. Zo zo. Ait, 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 ait. Dit is awesome. Everything is awesome. Hebben jullie de Lego Movie gezien? Als je dit ziet, is het wel alweer. En nou, niet een redelijk oude film, een beetje een oude film. Maar het kan dus dat je hem alsnog niet hebt gezien. Het kan ook dat je hem wel hebt gezien. Ik vond hem best wel awesome, ik heb hem gezien. Ik heb ook het liedje in mijn hoofd. Everything is awesome. Na 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 na. Everything is awesome. Maar ja, hey, als je hem niet hebt gezien, ga hem kijken. Hij is echt vet. Hij is gewoon echt, echt vet. Dan hebben we dus weer dirt nodig. En veel. Dus pak ik gewoon die stack hier. En wat ik doe is ik doe gewoon hier. En dan doe ik zo daar naartoe. Oh, wacht, onder zijn blokken. Oh, geweldig.
Dit is gewoon echt helemaal gemaakt op simpelariteit op de top. Want dat is echt geweldig. Dat is serieus echt geweldig dat het allemaal blokken zijn. Ik krijg een WhatsAppje binnen. Oké, nou, nice. Dat is privé, daar mogen jullie lekker niks van weten. Lekker pa. Lekker pa. Lampjes erin. Rampje, rampje, rampje. Rampje, rampje, rampje. Rampje, rampje, rampje. Rampje, rampje, rampje. Goed, genoeg van het random gepartje. Weet je? Patje, patje, patje. Patje, patje, patje. Patje, patje, patje. Nee, dit kan wel eentje verder opzij. Zo. Dus dan hebben wij. Patje, patje, patje. Patje, patje. Het komt nog steeds niet uit. Jeroen! Godverdomme. Godverdomme. Nee, wacht. Dit vul ik dan hierin met deze blokken. Want dit is de top. Dus die moet eventjes anders ingericht zijn. Ja, dit is nice. Dit is nice. Dit is nice, dit is nice, dit is nice. Ik ga dit hout eruit hakken. Fuck it. Dan kan ik nou de hele bovenkant van steen maken en dat is cooler. Dat staat mooier. Dan hebben we wel weer heel veel hout. Wat ik voor niks op lopen hakken, maar dat maakt helemaal niet uit. Weet je. Storage. Het kan nooit kwaad om wat extra hout te hebben. Vooral in zo'n stad als dit. Ik bedoel, stel er ontploft toch een creeper. Bij de muur of zo. Dan heb ik alsnog iets om mee te fixen. Dus dat is gewoon chill. Dan ben ik niet gelijk verloren als er iets kapot gaat. Dus dat is gewoon goed. Het is gewoon goed. Goede voorbereiding is dit. Man. We gaan gewoon van de toren afspringen. Gewoon van de top. Ja, hier. Dit is het hoogste puntje wat ik hier nu heb. Spring. We survive. Bitches. 1 hartje over heb je over. Dus dit is gewoon echt het randje. Nog meer hout erbij. Cause why not? Wat hebben we nog meer nodig? Heb ik gewoon serieus. Oh, we hadden nog meer van dit steen nodig. En wat dit hebben we nodig? En we hebben wat meer toortjes nodig. Dus gaan we even kijken. Hier zijn toortjes. Kijk. Zo vind ik het altijd als ik iets zoek. Kijk, als ik nog 1 of 2 van in mijn inventory heb. Dan druk ik gewoon op shift. En dan plaats ik het in de kist. En dan plopt die bovenop een. Wat er al is om het groter te maken. Tenzij er al een hele ster is, dan is het gewoon heel jammer. Maar als het goed is, dan merk ik in ieder geval dat er iets verandert ergens. En dan kijk ik in die omgeving waar het verandert. En dan zie ik gewoon gelijk waar ik moet zijn. Waar ik moet kijken. Oh, ik was de dingen vergeten. De stairs. Nou, dan komen we zo meteen nog wel. Spring er gewoon nog een keer vanaf. Zo van. Oh, badass. Dus. Zo. Perfect. Nice. Goed, Jeroen, stop maar weer met random zingen. Dat gaat toch niks worden. Tenzij we een of andere YouTube God Talent. Zou dat bestaan, YouTube God Talent? Dat zou echt een heel genius idee zijn. Hier ligt trouwens nog een blokje wat we eerst oppakken. Voordat we eentje gaan platen. Zo. YouTube God Talent. Dat is gewoon echt fucking droog als iemand dat zou maken. Want YouTube is eigenlijk al een soort van talentenjacht. Ik bedoel, de mensen die talent hebben en wat ze doen op YouTube, die worden groter. En de mensen die geen talent hebben, die blijven gewoon gedoemd klein. Dus ik ben gewoon een waardeloos YouTube. Nee, misschien heb ik een of andere YouTuber die mij zegt, hey, je hebt het cool. Dat ik in één keer 10.000 abonnees al in zo'n was. Wie weet, ik heb op het moment 290 of zo. 290 heb ik er nu. Weet je,
Misschien ben ik niks gegroeid. Misschien ben ik wel gekrompen. Wie weet. Maar ik vind het gewoon leuk om te doen. En daar draait het voor mij om. That's it. Dus vandaag. Zo. En dan hebben wij hier nu de toren. Nog niet af. Oh my god. Why? Why? We just... Almost. Maar waarom mogen wij de toren dan net niet fixen? Omdat we te weinig cobblestone walls hebben. Weet je hoe kut het is? Gewoon het wordt zo simpel als cobblestone walls. Damn it. Dat is toch niet mooi. Goed, dit is goed ingericht. Goed genoeg in ieder geval voor mij. Toortje in het midden. Hier is ook eentje in het midden. Zal ik zeker weten dat er geen monster spannen. Hier ook nog even eentje in het midden. En dan springen wij er weer vanaf. YOLO 360. Veel meer dan 360 is dit. Het is een veel meer dan 360. Nice, zo nice. Goed, we hebben nog nodig een paar stairs. Oké, hebben dus een paar stairs. Wat hebben we nog meer nodig? We hebben nodig... Oeh, nog meer baked potatoes. Nice. We hebben eieren nodig. En nog wat cobblestone. We moeten nog een paar cobblestone walls hebben. Moet ik zo ook gelijk even nog wat meer eieren hebben. Want dat zou chill zijn. Oars. Nee. Tools. Nee. Eten. Nee. Monster drops, nee, boeken en zo, nee, redstone shit, nee. Overblokken, woudproducten, zandproducten, planten. Nee. Oh, wacht, wat is dit? Gravel. En hier ook al niet. Oh, shit. Hier zitten 6 dingen in. Maar dat gaat langzaam. Dan wordt dus even hakken. We hebben er 6 nodig voor. 6 muurtjes, dus laten we zeggen dat wij 12 dingen gaan hakken. Dat lijkt mij een goeie. 12 dingen hakken en dan is het over en uit met de pret. Oh, kut. Ik denk, ja, fuck. Fuck. Jeroen. Oh, man. Why? Just why? Nou moet ik die trap aflopen om mijn spullen allemaal op te pakken. Hup. Zo. Hier ligt nog wat. En er ligt nog wat midden in het water beneden. Oké, geweldig. Hier zit de kip. Nice. Kleren aantrekken. Ja, goed aankleden, Jeroen. Goed aankleden. Doe maar. Zo. Stuff die ik nog nodig had is dit. Dit niet eens. Ik heb dit nodig. Dit ook niet. Dit wel. Here we go. We hebben nog een klein beetje steen nodig. We pakken gewoon een nieuwe gang hier. Gewoon zo. Wow. We're doing this badass style. Goed. Kom staan. Als we 12 cobblestone moeten hebben. 12 cobblestone. Nou, redstone. Fuck jou, ik heb maar 12 nodig. Ja, dan, I'm out of here. Bye, I'm getting the fuck out of here. Later. Ik vind echt heel grappig dat FPS, de meeste deel van de aflevering, 50 FPS is. Terwijl het ook deel 50 is. Persoonlijk is het iets wat ik echt heel grappig vind. In ieder geval, wij gaan verder naar boven. Want, oh my god, we gaan op 51 fps. Oh my god, naar 30. Hier zal waarschijnlijk ergens iets in de buurt zijn, monsters of zo. Of nee, trouwens, die planten zullen waarschijnlijk zijn. Really? Dit heeft er absoluut niks mee te maken, hoor. Nee. Oké, nice. Wacht, hier naartoe. We moeten die toren afmaken. Zitten er gewoon nog kippen tussen? Ja, misschien krijg ik nog wat eieren erbij. Als ik even goed loop. 4 eieren heb ik nou.
Nou, meer dan 4 eieren ga ik denk ik niet krijgen. Misschien een 5e ei of zo. Maar er zitten niet veel kippen hier tussen. Want iemand, Jordi, heeft ze vermoord. Hij heeft die lava tussen gegooid. En toen waren heel schapen dood. Toen heb ik allemaal nieuwe schapen ingespald. Maar geen kippen. Nee. Waarom geen kippen, Jeroen? Ik weet het niet. Hier zit trouwens een zombie villager in. Kijk. Fuck, hij is weg. Of natuurlijk is hij weg. Komt dat ik ook weg ben gelopen. Als ik het naast hem had gestaan of zo, dan was hij voor mij wel gebleven. Maar dat is hij niet. Goed. Dus dat is een beetje zonde dat. Beetje jammer dat. Oh my god, het regent. Op het moment dat we gaan afmaken, regent het. Oh my god. Het is zo spannend. Slash toggle downfall. Nu gaan we hem afmaken. We're gonna do this shit. We are gonna do it. We're gonna finish this freaking tower. We're gonna finish the freaking wall. Waarom praat ik in Engels, Joen? Joen, echt wel, what the fuck. Goed. That's done. Oh, wow, 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 wow. Ik kan toch niet zo'n groot gat hier laten zitten. Onacceptabel. Nou is het acceptabel. De laatste trap hier. Zo. Zo. Bijna. Hij is af. Jullie weten wat ons nou te doen staat, hè? Hop. Oh man, we moeten hem even dopen. Met kippen-eitjes. Hop, hop, en hop. Oké, nou, hij is gedoopt, de toren. Hij is acceptabel. Super vet. En nog niet eens een half uur aflevering. Oh my god, maar hij is wel langer dan normaal. Oh my god. Oh my god. Yo, bedankt voor het kijken. Hoop ik kijk je de volgende keer weer. En deze map is nu te downloaden in de beschrijving. Van, yay. Dus klik in de beschrijving een linkje aan om deze map te downloaden. Want de toren is af en dat vind ik super cool. Want nu hebben we de toren. En de muur is af. En dan gaan we dus vanaf de volgende paar afleveringen. Oftewel, als ik terugkom van mijn vakantie. Gaan we het inrichten. Wat ook weer een hele klus wordt. Maar dat wordt hopelijk ook net zo vet als deze muur. En de toren en alles. En daarom nu voor het einde nog een keertje eraf springen. Dus je kan er zelfs even afspringen als je wilt trouwens. Als je hem downloadt. In ieder geval, laat een reactie achter als je hem hebt gedownload. In ieder geval. Zo heb ik even heel veel in ieder geval gezegd. Wat ik in ieder geval heel veel heb gezegd. In ieder geval. In ieder geval, bedankt voor het kijken op zich de volgende keer weer. En dan zeg ik voor nu, later!